Hi, dit statief is veel te hoog, maar goed, ik beuk wel even. Welkom bij een nieuwe video op dit kanaal waar je nu naar kijkt, waar je op zit. Ik weet niet of deze naam nog houdt, want ik weet niet of ik hier nog mee verder wil gaan met deze naam, maar het gaat geheid veranderen. Wat wij vandaag gaan doen, wat de planning is, niet dat. Wij gaan vandaag met Job, gaan vandaag een nummer proberen te maken, gewoon voor de grap. Ik zei tegen Job, kom, we gaan gewoon een nummer maken, gewoon voor de lol. Hij zegt van ja, is goed, het was eerst een grap, maar deze grap is iets te veel uit de hand gelopen. Dus die komt dadelijk hierheen om wat beats uit te zoeken, wat teksten schrijven, dat soort dingen. En daarna gaan we misschien nog even naar Zuid of naar Rotterdam om even wat foto's te maken. Want ik wil nog even nieuwe foto's. En een vogel heeft op mijn raam zitten schijten. Kutbeest. Kijk man. En als Job binnenkomt heb ik ook gelijk een prank voor hem. Ik heb hier wat knalertjes liggen en die ga ik dan voor zijn voeten gooien zodat hij zich helemaal dood gaat schrikken. Maar ik weet, ik heb Job nog niet verteld over de fotoshoot die we gaan doen in Rotterdam. Dus dat moet ik nog even vertellen. Dus dat ga ik dadelijk ook gelijk doen als hij komt. Maar voor nu is het even wachten. Yo. Ik sta voor je poort, hè? Ja, sta voor mijn poort? Ja, alleen hij zit op slot. Ook de zijnpoortje. Oké, ik bel hem wel even. Is goed, jongens. Ik in de spiegel te kijken van die camera hier zo. Kribben, Mozes, kribben. Jij bent ook altijd zo gezellig, hè? Ja. Wat heb jij nou voor hem? Ik heb een apple of wat? Ik heb gewoon een hermesje om. Ja, jij moet je merken, hè? Hé, joh. Dat ding staat nog steeds op klappen. No, no, no. Top of his head. Maar wat vond je van het idee dat we dadelijk even naar Rotterdam gaan? Ja, ik vind het een prima idee. Moet ik alleen een tweede camera meenemen, want ik kan niet filmen en foto's maken tegelijk. Ik vind het prima. Voor wie moeten we dat doen dan? Voor ons beiden. Prima. Misschien voor Bas als hij mee wil. Prima. Maar eerst gaan we wat anders doen. Precies. Waarom filmen wij in de tuin? Zullen we even mijn andere grill op mijn auto zetten? Ja. Een zwarte grill. Ja. Ja, let's go. Yeah! Soms doet hij het niet. Oké. Nou, laat eens horen. Oeh, de mooie inline 6. Van onze Dave. Stap hier voor die 3 meter of wat? Ja, tuurlijk. Prima auto, hij rijdt. Ja. Oh, 2-3 series gewoon in 1. Ja. Cool. Hoe nek je die? Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Wie heeft de mooiste engine bay van het land? Cool. De schoonste eigenlijk eerder. Ja, mooi is anders. Mooi is anders inderdaad. Het is wel heel schoon. Deze plekkaas moeten eruit. Deze gaan eruit. Ja. Van de top. Maar... die moeten er van binnen. Oeh. Dat wordt de vraag. Caesar. Oh, je moet dat losmaken? Nee. Ja, dit is beter. Hij stond een beetje om ingezoomd. En Dave staat hem nu daarachter. Hey. Hey, het is er al af, joh. Was. Doe maar Jan. Zo. Dave, kijk eens in de camera. Heb jij ooit een BMW gezien zonder grill? Kijk eens in de camera. Check, that looks nice. Er lopen vreemde mensen. Joh, dat heb je wel, in een wijk, vreemde mensen. Uit ons territorium is... jij wordt echt in een territorium. Arnoud's een steekwagen, ik ga er eens op staan. Oh god. Dit bouwt mijn vader. Wel rustig aan doen, hè? Nee. Oké, ik sta. Vertrouw me? Ja, ik vertrouw je. Hou die camera goed vast. Oh mijn god, Dave. Oh jongen, ik heb de camera van je vast. Doe normaal, man. Nee, wacht. Oh, Dave! Het is heel... Yo, gek! Jongen, weet je hoeveel ik weeg? Te veel?
antwoord op de vragen. Hé, hey, mag je al blozen? Hè? Huh? Actief. What the fuck gaat hij naar beneden doen? Nee, Dave. Heel die auto is meteen 20 kuub groter. Actief is als heet. Ja, er staat hier niet in. Het is helemaal niet heet, wat wil je nou? Klap zand. Kijk, de grillen zijn net nog een keertje gewoon gespoten voor ons. Ja. Dus nu gaan we kijken hoe het op de auto staat. Zijn ze droog? Ja, we hebben alleen deze nodig. Hoezo? Even kijken. Nou, omdat het de onderkant van de grillen zijn. Oh, dit is alleen maar show, zeg maar, die buitenkant. Ja, je hebt hier twee onderdelen van de grill. Eerst de rechterkant. Nog steeds is het cleanste engine bay van het land. En het is een BMW. Kijk, heel erg netjes wordt dit vastgezet. In plaats van dat we de chrome grill, want ik zal die er even bij pakken. Kijk, hij heeft nu zwarte velgen eronder zitten. Heeft zijn wintervelgen eronder zitten. Voor zijn winterbanden set. Dit is gewoon, ja. Als je zwarte velgen eronder hebt, dan kan je uit ervaring spreken dat het er niet mooi uitziet. Zeg maar. Kijk, zwarte velgen. Nou, heel even vast. Met een zwarte grill is gewoon een stuk cleaner. Laten we wel eens, toch Dave? Is toch een stuk cleaner of niet? Het is waar je van houdt. En waar hou jij van? Ligt aan welk setje velgen eronder op zit. Als je deze setje, dit setje eronder hebt zitten? Zwart. Tuurlijk zwart. Is veel mooier natuurlijk. Dat? Is wel een stuk fouter meteen, dat is wel zo. Ja, voor de bak. Inderdaad, precies. Maar ja, het kan ook nog steeds een 330 zijn. En het is een... Yes, 328 motherfucking CI. Heel ziek, heel dik. Heel zeldzaam. Heel zeldzaam, zegt Dave. Wel in deze kleur is niet veel gebruikt. Maar de auto zelf is niet zo zeldzaam. Ik kan hem nog best veel op Autoscout vinden, man. In Nederland. Ja, maar ik bedoel, je ziet ze niet veel. Nee, dat is waar. Kijk, dit staat toch een stuk cleaner. Van de vorige. Ja. Was die camera, bro? Ja. Die? Yes, that one. Dat is een Panasonic Lumix DMC FZ300. Het is maar dat je het weet. En je moet weten wat je koopt. Oké, Bas. Hashtag gebruik Bas voor content, want omdat er altijd wat gebeurt als Bas erbij is. Dat is waar, dat is zeker waar. Afgelopen 10 video's heb ik met Bas heb gedaan. Ik weet niet of het 10 zijn trouwens. Maar die waren echt hilarisch. Je moet even checken, die staan even... Linky, je weet... Fucking iedereen zegt dat je weet wat je moet doen. Mid, ben je nog gepijpt dit weekend? What the fuck zijn dit voor vragen, mensen? Nee, nou, ik weet het ook. Nee, jammer genoeg niet. Wat? Chickies, hit me up in mijn DM. Job.veenstra. Wat? Hit me up. Deze guy. Iemand vraagt, wat doe je? Auw. Yo. Wat doe je? Ja, heel de dag video opnemen en uiteindelijk niet echt doen wat je van plan was. Voor de rest wel gezellig. Was dat het? Ja, dat was hem. Echt? Ja. Ik heb wanneer docu maken. Ik had een keer een... Wie? Ja. Wie wil dat? Ik had zo'n vrienden account. Had ik een DM gestuurd van kom documentaire maken, maar dat heb ik uiteindelijk nog steeds niet gedaan. Ja, moet ik nog steeds doen, maar... Dat was niet zo slim. Gewoon geen tijd voor, you know? Hey, wel die naam gaan blurren, hè? Hi. Wie zegt dat? Weet ik, wil een van de wijf? Kijk dan. Nou, dat is sowieso een porno-account, is dat. Ah, dat is nou weer net jammer. Volg je een podcast? Ja, welke? Ja, ik volg... Ik volg geen één podcast. Ik wel, hoe heet dat? Ik vind dat zulke bullshit. Mensen die ik ben de naam van die podcast kwijt, wacht. Nee, Recht voor je Raap, van Don en Emre. Die luister ik als ik ga slapen of ik fucking chill of als ik in de bus zit. Ja, oké, ik snap het wel. Ik hou ook wel van als er een beetje gaan lul omheen is soms, maar soms ook is het te veel, weet je. Ik vind dat als ik dan in de bus zit en ik film, dan ga ik gewoon naar gesprekken luisteren van mensen. Ik weet niet of dat heel raar is, maar ik vind dat ziek relaxed. Ik heb een super vette challenge. Promote een mens die Bas heet en die je kent. Nou, Bas is nu al voor de tweede keer erin.
Hé, maar promote ook even mij hier. Dit moet je er nou wel in, hè? Dit is een snapje. Je gaat dit nu niet, zeg maar, zo dit krijgen en dat er niks komt. Nou, dan kom Pief, maar paf, poef. Maar ik weet niet. It's a boef. Ja, nou moet je @job.veens gaan neerzetten natuurlijk van Insta, hè? Dat moet. Kerst of zomer? Oeh, die is lastig. Het is allebei heel leuk. Ja, kerst is gezelligheid. Zomer maar is echt zomer, gekke vissen. Zomer. Zomer is gewoon gek vissaas, alles. Zuipen tot je niet meer kent. Bas voor content. Godverdomme die kut Bas. Hashtag wie wat more Bas in fits. Hi Dave Broekhuis, hallo. Is weer zo'n vies porno account. Weet ik niet. Jawel. Een of andere gek, wie is dit? Even kijken. Hallo dan. Zo'n vies porno account. Wat? Wat? The fuck? Laat mij eens kijken. Dat is een gekke motorcoureur, die heeft 43.000... Ja, maar dat zegt niks meer tegenwoordig. Love Your Energy, dat zegt Forest Factory. Dat is zo'n... Ja, ik weet wie dat is. Wat is Forest Factory? Dat zijn zeg maar allemaal foto's van die Japanse auto's. Oh ja. Nee, van sportauto's. Oh, kijk, ook Duitsers er tussen. Kijk, en dat is waar ik van hou, jongens. Duits. Mensen... Ik proberen ook iets. Zo tyfus, vloggers hebben het zwaar, man, met die armen. Godverdomme. Ja, gaan we. Nou, bedankt mensen voor het kijken. Ik vond het een hartstikke leuke video om te maken met Dave. En ja, vergeet niet te abonneren en te liken. En laat een reactie hieronder als je Job.Veenstra wilt volgen. Precies. Hou je back. Later. I like the mentality wel, hoor. Nee.